Ja, meer anarchistisch, meer vrijheid, meer dingen die mogen, minder dingen die moeten. Nou ja. Het is natuurlijk allemaal heel stereotyperend en zo, dus nou ja, dat moet je ook wel altijd bedenken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe twee meisjes ruzie hebben en dan dat ze dan zo heel ja, onder de huid gaan en ja, ik ben dan niet, totaal niet zo, weet je wel. Ik ben meer als je kijkt naar hoe de meeste mannen ruzie maken, die schreeuwen een keer en dan is het afgelopen. Ja, zo ben ik ook. Dus, maar dan moet je met dat soort dingen rekening houden. Als ik een nieuw iemand ontmoet, dan wacht ik eigenlijk altijd heel lang met het vertellen. Want ik ben heel bang dat, zeker in de homo-scene, is er toch een soort competitie gaande soms over wie een grotere penis heeft. Of echt, echte mannen. Ik val niet op van die vrouwelijke mensen. Ik wil echte man. Mensen zijn ook heel lullig altijd. Ik heb echt nog nooit zo iemand die zulke lullige opmerkingen over je maakt dan homo. Van, ja, weet je wel, je hebt een heel klein beetje vet. Ah, oh, je bent echt dik met je vette kop en zo. Het is zo raar, want ja, maar dat zien buitenstaanders helemaal niet. Zeg maar, kijk, als je een man- en een vrouwrelatie hebt, en dan zijn er twee lichamen. Dus als je alleen naar uiterlijk kijkt, zijn je lichamen heel anders. Dus als man kan je jezelf niet echt vergelijken met je vriendin. Die je heel vaak naakt ziet waarschijnlijk. Maar als je homo bent, dan kan je eigen lichaam als man vergelijken met het lichaam van je vriend, dat die ook een man is. En dan, ik denk dat het een beetje daarmee komt dat van, oh, mijn vriend heeft zulke mooie spieren, oh, die wil ik ook. En dan ga jij heel erg trainen. En dat het een beetje daar vandaan komt dat je jezelf altijd kan vergelijken en kan spiegelen aan de ander. Ja, voor mij, dat verschilt ook bij andere mensen trouwens. Maar voor mij is het wel zo dat ik al echt op de basisschool wist dat ik jongens leuk vond. En nou ja, eerst was dat dus wel redelijk normaal. En toen kwam ik uit de kast als transgender. En toen dacht ik eerst, nou ja, toen was ik 14. Dus toen dacht ik van, oh, dan moet ik ook meisjes leuk gaan vinden. Alleen toen dacht ik eigenlijk toch van, nou, ik vind meisjes eigenlijk helemaal niet leuk. Dus toen ben ik ook nog uit de kast gekomen als homo. Maar het is wel zo dat het is niet te begrijpen voor iemand. Als je het niet zelf hebt meegemaakt, je kan het accepteren, maar je kan niet begrijpen hoe het voelt. Want dat is met dit heel erg, je hebt het zelf niet meegemaakt. En het is ook voor iedere transgender is het weer anders. En dat maakt het wel heel moeilijk om er een studie over te maken, want je hebt geen feiten eigenlijk. Ik voel me zo, maar iemand anders voelt zich weer op een andere manier. En weer iemand anders voelt zich net weer iets anders. Nou ja, toen ik klein was, voelde ik me altijd geen meisje en ik vond het altijd heel naar om bij de meisjes om te kleden. En bijvoorbeeld toen ik 2 was, leerde ik nee zeggen en toen heb ik zelfs geen meisjesonderbroeken meer aangehad, nooit meer jurkjes aan, nooit meer lang haar. Dus, maar ja, dan ben je er zelf nog niet mee bezig met geslacht. En van jaar of 8 wist ik wel echt van oké, ik ben echt geen meisje, maar wat ben ik dan? Want iedereen zegt wel dat ik een meisje ben. En na 2 jaar, toen ik jaar of 10 was, dacht ik van, oké, maar wacht even, ik ben gewoon een jongen. Maar niemand voelt zich zo. En toen zag ik, je had een programma op televisie, op Villa Achterwerk, Gamma Glitter. Dat was, nou ja, met heel veel roze en ik vond het heel grappig om te zien altijd. Maar daar was op een gegeven moment een interview met een jongen die geboren was als meisje. En nou ja, gewoon een heel kort item van 1,5 minuut. En toen zeiden ze, ja, er zijn ongeveer zoveel duizend transgenders. En toen dacht ik, zoveel duizend plus één. Plus mij. Dus het is wel eigenlijk ook voor mij door zo'n programma dat ik erachter kwam van, oké, dus ik kan me zo voelen en dit is oké. Ja, ik denk wel dat rolmodellen nodig zijn. Ook niet alleen om andere mensen, dus ik zal maar zeggen gewone mensen, dat heet dan cisgender, dat je geboren bent in het geslacht dat je voelt. Om hen educatie te geven. Maar het is ook heel fijn als je bijvoorbeeld 12, 13 bent en je weet al je hele leven, ja, ik speel nooit met meisjes, ik voel me niet echt een meisje. Dat je dan op televisie ziet van, wow, dus het is mogelijk.
ik kan me zo voelen. Er zijn meer mensen die me zo voelen. En dat is echt heel fijn. En dat kan ook helpen voor die mensen om het te vertellen aan ouders of aan vrienden. Van oké, ik voel me zo. En blijkbaar is dat helemaal niet gek. En is dat ja, misschien niet normaal. Maar zijn er veel meer mensen die zich zo voelen. En zijn er speciale mensen met wie ik kan praten. Speciale psychologen. En ook daarvoor zijn dat soort programma's heel belangrijk.